aan de Caribische denk, denk ik aan zon, zee, muziek, vrolijke mensen, schuddende billen. Vandaag op het Paletplein het Oogstfeest. Ik zeg, kijken we maar even. Ik heb hier twee prachtige dames naast me. Een van is de oprichter van dit Oogstfeest. Ja, het Oogstfeest is vanaf vroeger al begonnen op de Antillen. Het is van de slavernijtijd hebben ze dan naar het oosten hebben ze dan feest. Het is als een dankbetuiging voor het Oogstfeest, voor het oosten. Dus daar hebben ze dan met de jaren hebben ze dat doorgevierd. Dus dat is nog steeds op de Antillen heb je dan op de tweede pasdag ook het Oogstfeest. En wat doe je dan zoal vandaag? Ik zag net namelijk mooie muzikanten, jullie zijn mooi gekleed. Ja, wij dragen dan onze kledingdracht. Het is een traditionele kledingdracht. Het is ook van vroeger ook vanuit de slavernijtijd gekomen, maar nu met de tijd ook een beetje gemoderniseerd. Maar dan dragen we onze kledingdracht met gepaste muziek. Daar gaan we de wijk in. Want op de Antillen hebben ze toch ook een optocht, dus dat doen we dan ook hier in Tilburg. Dus nu op ditzelfde moment is bijvoorbeeld op Curaçao, Aruba, Bonaire, zijn ze hetzelfde aan het doen? Even wel rekening houden met het tijdverschil. Maar daar gaan ze vandaag ook wel beginnen, ja. De groep bestaat al 9 jaar. En het is opgericht vanuit de Antilliaanse en Arubaanse gemeenschappen. Dus... En woont u zelf al lang in Nederland? Ik woon al 24 jaar in Nederland, ook 24 jaar in Tilburg. Ja. Ja. En gaat u nog elk jaar terug? Mist het niet? Nee, ik ga niet ieder jaar terug. Helaas, aan de ene kant. Maar ja, ik mis het wel, zeker. Ja. Maar vandaag een beetje de Caribische in Tilburg. Ja, en vooral qua dankzegging. Hè? Vooral is, vandaag is het dankzegging qua Oogstfeest. Dus ja, zoals jij al eerder zei, we doen er ook gewoon aan mee. La noche plena de quietud, con su perfume de humedad. En la brisa que viene del mar, se oye el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Con ella fui. Noche por noche, hasta el mar. Ik zie hier allemaal heerlijke Antilliaanse hapjes. Wat is nou de echte specialiteit? De echte specialiteit is Johnny Cake, lumpia, Antilliaanse lumpia's en Antilliaanse pasteitjes. Oké, okay, en u komt zelf ook van Curaçao, hoorde ik net. Ja, geboren en getogen in Curaçao. En nu in een heel mooi winkeltje hier op het Paletplein. Klap. Ik zie allemaal heerlijke Surinaamse hapjes. Wat is uw specialiteit? Ah, mijn specialiteit is een Surinaamse eten is de bami, de nasi en de kip. Ja, gekruide kip in de oven met kousenband erbij als groente. En ja, de roti. Iedereen kent de roti, hè? Ja, ken ik. Ja, lekker met aardappelen. Ja, en, klopt. Ja, ja, ja. En we maken tegenwoordig ook nog roti roll. Ja, en dat is echt Nederlands die zijn kijk op de roti roll. Ja, dus als je even laat zien wat. Ja, laat mij zien. Ik zie hier al de bami. Ja, hier is de bami. En de kip. En dit is de, wat was dit, de kousenband? De kousenband. Ik zal even laten zien. Een speciale Surinaamse groente. Het zijn van die hele dunne. Ja, dat noemen we een kousenband. Hè? Maar die zijn pittiger dan gewoon de Hollandse sperziebonen, niet? Nee, is hetzelfde eigenlijk. Ja. Dus het is alleen puur dat ze dunner zijn? Dat ze dunner zijn, ja. En ja, dat is tillo, kijk. Dit is cassave, soort wortel. En heeft u die gefrituurd? Ja, ik kook het eerst en daarna frituur ik het. En dan verkopen we dat met bakkajou samen. Het is heerlijk, met groenten. Dit is gebakken banaan. Heerlijk, het ziet er heerlijk uit. En gebakken banaan erin, suiker, het is heerlijk. Ja, mensen houden van dat. Ja. Ik denk het ook, ja. En daarnaast hebben we een broodje. Deze is broodje pom. Broodje pom? Dus broodje pom. Kijk, en broodje. Waar is het van gemaakt dan? Pom klinkt in mijn oren als appel, maar... Nee, het is een... het is wat wortel. Ja. En dan zo kipfilet in of gewoon een kip in. En het is echt lekker op brood. En dat doe je lekker? Echt Surinaamse specialiteit. Het Oogstfeest, wat betekent het Oogstfeest voor u? Oogstfeest is elke jaar met... Na Pasen
wordt het geoogst, het hele jaar wordt geoogst en dan hebben we zo'n oogstfeest. En ja, dan komen ze mensen lekker eten en genieten van het mooie weer. Genieten van al uw lekkere hapjes. Het is zoetzuur, komkommer, paprika en ja, en zout, suiker. Het is heerlijk op eten, dus die moet je wel hebben op je eten altijd. Ik krijg er honger van. Ja, hè? Okay, naast hier een man, chic in pak, we gaan eens even vragen wat hij hier komt doen. U bent hier op het oogstfeest. De eerste keer voor u? Ja, het is voor mij de eerste keer hier. Ik werd attent gemaakt hierop. Ik denk, dan ga ik eens kijken. En, wat vindt u ervan tot nu toe? Nou, ik hou veel van cultuur. Dus dan ben je hier op het goede adres, hè? En gaat u dadelijk ook een dansje wagen, een salsa? Nou, een salsa, dat zal niet meer lukken met mijn knieën. Maar ik zal wel proberen nog iets te laten zien. Ik zeg geniet ervan, van al het lekkere eten en de muziek. Dankjewel. Fijn. En fijn dat jullie hier aanwezig waren om dit ook te promoten. Nou, het oogstfeest, dat is voor mij een, hier in Nederland een cultiveren van onze cultuur. En voor mij vanuit Curaçao. En meestal is dat in Curaçao en Bonaire. Dat wij dat vieren, dat heet Sehoe of Simadan. Het ene eiland is Sehoe, het andere is Simadan. En dat was van vroeger dat wij een dankbaarheid voor het oogsten van de gewassen. En dan gaan alle mensen dus een zingen en danken. We hebben net ook echt met het danken van de Heer, van God, bedankt dat wij dit mogen doen hier. En wij hebben net ook zo'n touw aan de ouderen aan de jongeren gegeven. Dat wil zeggen een touw voor de verbinding. Dat onze cultuur behouden blijft. Dat de kinderen er straks ook mee doorgaan. We gaan er zeker van genieten. Ik vind de dames prachtig. Ik zeg, ik hou van de Cariben. Douchie.